Hey, we gaan even bellen. Tenminste, we hebben al gebeld. En we hebben aan de telefoon Christiane Bot. Ja. Klopt hè, Christiane? Ja, mooi mensen. Hoe is het? Ja, hoi. Oh, we schakelen meteen al over op het echte West-Fries. Ja, helemaal. Hey, nog één vraag, gewoon een formaliteit. Hoor. Wil je een ouderwets muziekje? Of wil je gewoon een lekker modern hip muziekje op de achtergrond? Doe maar Muse of zoiets. Oh, nou, doe gewoon even gewoon gezellig iets als dit. Hey, Christiane, leuk dat we je aan de telefoon hebben. Ja. Want er is nieuws, hè? Sinds 13 januari weten we namelijk dat West-Fries op de UNESCO-lijst staat van immaterieel erfgoed. Ja, helemaal goed. Ja, dat is nogal wat. Ja, dat is mooi nieuws. Daar worden we blij van. Ja, daar worden we heel blij van. maar hoe is dat zo gekomen dan? Ik had gezien dat de molenaarsambacht was ingeschreven op de UNESCO immaterieel erfgoed. En toen dacht ik, misschien kunnen we dat met het West-Fries ook wel doen. Ja. Dus toen heb ik een brief geschreven aan de Nederlandse UNESCO-commissie. Ja. En met het verzoek of het kon worden opgenomen als immaterieel cultureel erfgoed. En zo is het eigenlijk begonnen. Want wat stond er dan in die brief? Staat er dan ook echt in wat u zo mooi vindt aan het West-Friese? Of andere dingen, gewoon het moet erop, want het is West-Fries? Nou, het West-Fries is het meest bedreigde dialect van Nederland. Ik weet niet of je dat wist. Nee, dat wist ik niet. En we willen dat erg graag behouden, wij als West-Fries woordenboek. En wil je dat voor de volgende generaties in leven houden, dan moeten wel wat beuren vanzelf. Ja, want is het zo dat het steeds minder gesproken wordt in West-Friesland, het West-Fries? Ja, dat is zo. En je moet eigenlijk zegt iedereen, je moet knapjes praten. Dat zeg je inderdaad. Maar ons wordt wel geleerd om gewoon netjes ABN te spreken inderdaad. Ja, dat moet je ook, maar daarnaast moet je zelf ook je West-Fries handhaven. En dat is er een beetje onderschoven door de jaren heen. Ja, want dat gebeurt bijvoorbeeld in Volendam wel meer, denk ik. Dat ze Volendam, dat jongeren ook meer Volendams kunnen en Nederlands. En ik ben zelf ook eigenlijk een West-Fries, geboren en getogen. Ja. Maar ik spreek het niet zo goed. Oh, dat is jammer. Ja. Ja, daar willen wij dus wat aan doen. We willen graag dat het voor de komende generaties blijft leven. En dan wil je dat in leven zien te houden, dan moet het erkend worden, zodat er meer aandacht aan wordt gegeven. Dus vandaar heb ik die brief geschreven. Want er zijn ontzettend veel uitdrukkingen die in het verleden zijn ontstaan door de generaties voor ons. En het zou mooi zijn als die blijven leven vanzelf. Dan kan ik me zo, tenminste dat fantaseer ik dan zo een beetje. Christiane, je hebt die brief geschreven. Die brief wordt dan opengemaakt bij de UNESCO. Die zit dat dan te lezen. En ja. Dat die man die die brief dan zo leest en dat hij denkt, nou, dat is wel hulpbaar. Dat zou dan wel leuk zijn geweest. Maar het kan ook best een vrouw eens hebben hoor, maar dat geeft niet. Nee, dat is waar. Nee, dat maakt niet uit. Ja. Maar nu dan. Het staat op die UNESCO-lijst. Wat betekent dat nou specifiek voor het West-Fries? Dat het dus extra aandacht krijgt. Dat blijft al, want anders hoor je me nou niet aan de radio. En we zijn, daardoor krijgen we ook meer belangstelling voor het West-Fries woordenboek wat wij aan het herzien zijn. Ja. Het West-Fries woordenboek van Jan Panneke. Ik weet niet of je dat kent. Nee. Ken je dat niet? Nee, ja. Ik ben een... Kijk, eigenlijk ben ik geen echte West-Fries. Ik kom zelf uit Zaandam en ik heb jarenlang in Horen gewoond. En dan woon ik nu in Vinhuizen of Hem. Dus ik eigenlijk, ik zit daar niet zo heel erg in, sorry. Nee, dat is schande. Ja, we zijn dus bezig met onze Facebookgroep, zo zeggen wij dat. We zijn bezig aan een herziening van het West-Fries woordenboek. Ja. En op deze manier krijgt dat ook meer aandacht vanzelf. En ik weet niet of je misschien interesse hebt om ook bij de groep te komen. Ja, we staan bijna met 7500 leden en sinds de plaatsing in de krant hebben we er 400 bij gekregen in 3 dagen. Ja, vanzelf denk ik. Dus het kan niet beter. Dus ik zou zeggen, kom maar ook bij. En misschien pik je er ook wat van mee. Dat lijkt me wel. Wij gaan zo in ieder geval een linkje op onze Facebook ook daarvan zetten. Ja.
Ja, moet je doen. Ja, gaan we dat zeker doen. Ja. En dan gaan we ook even kijken naar het West-Fries woordenboek. Ja, het West-Fries woordenboek van Jan Pannekeet. Ja, nou gaan we dat doen. Christiane, dank je wel. Ja, graag gedaan. En laten we gewoon met z'n allen dan ervoor gaan zorgen. En ook wij als Weef natuurlijk, hè, want we zijn niet voor niks de streekomroep van heel West-Friesland. Dan kunnen we dat woord ook mooi op die manier verspreiden. Ja, want het is een pracht hoor. Je moet er zeker aandacht aan besteden. Ja, dat gaan we doen. Maar misschien dan op het West-Fries afsluiten, dus gedag zeggen, zoiets. Tot de volgende keer. Nou, tot kijk mensen. En houdoe. Dat is toch Brabant? Houdoe? Ja, houdoe. Mijn dochter zit in Brabant. Op nou prima toch. Christine, dank je wel. Ja, tot kijk mensen. Doei. Doei.